Hallo, mijn Jolanda's Haakwereld. Een hele goede middag. Het is nog een beetje laat. Het is, laat. 4 uur in de middag. Ik wil jullie alleen even een paar dingetjes vertellen. Het is geen tutorial vandaag. Nee, helaas. Ik weet ook niet wanneer de nieuwe tutorial komt. Ik heb geen idee. Omdat het gewoon, waarom, het lukt me niet. Mensen die ook op mijn Facebook zitten, bij Jolanda's Haakwereld, die weten dus dat vorige maand mijn man is overleden, op 10 oktober. En s'avonds om 6:30, ja, dan stort je wereld in. Hij was ziek. Hij had prostaatkanker, een zeer agressieve. Dat wisten we. En maar we verwachten toch nog dat je een tijdje bij elkaar konden zijn. En dan hadden de artsen ook wel een klein beetje gedacht. Alleen, ja, was dat ons niet gegeven. We zijn 4 februari gelukkig nog getrouwd. En we hebben een hele mooie dag gehad. Dus dat hebben we nog kunnen doen. En veel chemo's gehad, bestralingen heel veel gehad. Het laatste was nog in zijn hoofd, op zijn schedel. Er zat nog een uitzaaiing en die konden ze gewoon bestralen. En daar zou die dan ook wel weer van herstellen. Alleen kwamen er in die week ontzettend veel complicaties bij. Hij verloor ontzettend veel bloed in verband met de prostaatkanker. En daardoor zijn allemaal de bacteriën naar binnen geslagen en en dat gaat via de bloedbaan naar alle organen en ondertussen gaan alle organen vallen uit. En dat is dus bij hem ook gebeurd. We hebben een mooi afscheid gehad, sorry. En wij zijn Rooms-Katholiek. Dus hij is bediend met de pastoor, of door een pastoor, heel netjes, heel mooi. Daar waren we heel blij mee. Hij heeft het ook meegekregen, gelukkig. Een gedeelte, denk ik. Niet alles. Maar op laatst deed hij zijn ogen op en bedankte iedereen die in de kamer stond. Nou, dat waren er een stuk of 10. Dus er was best wel veel. Volgende week woensdag mag ik hem weer op gaan halen. Dus een as. En dan is hij weer lekker thuis. Maar goed, er zijn ook heel veel mensen op YouTube die dus niet lid zijn van mijn Facebook. En die dus dit niet weten. En misschien denken van, goh, waar blijf je landen nou met een nieuwe tutorial? Gaan ze met de kantkaart doen. Ja, dus dat. En dus ik weet ook niet zo goed wanneer ik weer ga filmen. Ik ben natuurlijk wel bezig met haken, dat gelukkig wel. Ik heb deze boekjes laatst gekocht in de winkel. Ik denk, nou, dan ga ik voor thuis gewoon een beetje deze dingetjes haken en allemaal stukke dingetjes ga ik doen. Gewoon voor mezelf ben ik aan het haken en gelukkig kan ik daar mijn rustpunt in vinden en kan ik mijn hoofd een beetje leegmaken, wat erg belangrijk is voor mij. Alleen filmen lukt niet. Nee. Ik heb ondertussen, ik zal jullie even laten zien, ook weer een nieuwe kerstboom weer gemaakt in het kleur groen. Ik had toen Marco nog leefde garen gekocht daarvoor. En ook al begonnen toen hij nog leefde. En dan ging ik dan in het ziekenhuis, als ik daar was, ging ik deze maken. Dus die is af en deze heb ik van de week afgemaakt. En deze zijn van Hart XXL, komt deze. Dan kun je een pakket bestellen. Nou, ik denk, laat ik dat maar eens een keertje doen. Dat heb ik nog nooit gedaan, dus ik denk, doe ik maar. En dan de lampjes van de Action. Dus dat heb ik in een paar weken nu gedaan. En ik denk nu, ik zat zo eventjes, ik had alle kaarten in albums geplakt, wat hij gekregen had. Condoleance kaarten, we hebben een stuk of 50 binnen gehad. Ik had hier een bloemenzee.
echt zoveel bloemen had ik gekregen, bossen bloemen. De eerste paar dagen wat Mark overleden was, echt, het was gewoon overweldigend eigenlijk hoe warm Marco eigenlijk in bepaalde mensen was en ook via het werk en via de familie, ja. En goed, dan wordt het weer een beetje rustig, iedereen gaat zijn eigen gangetje weer en dat is ook normaal. Alleen, ja. Voor de mensen die zelf ook weduwe zijn, die zullen weten hoe dit voelt. Of als je net iemand zeer kort na kwijt bent geworden, die voelen de pijn. En ik ben gelukkig wel weer één dag aan het werk. En dat is ook wel weer prettig, je dingetje weer doen. Dan gaat het op dit moment wel redelijk. En voor de rest, modder ik een beetje aan en ben ik dingen aan het opruimen en zo. Maar goed, ik denk, ik ga jullie dat toch even vertellen wat er aan de hand is. Ik zou zeggen, hou gewoon de site of de YouTube-kanaal gewoon even goed in de gaten, want je kunt je belletje aanzetten, hè, mocht er een nieuwe video komen, krijg je berichten van. En dan, zodra ze het nieuws komt van, ik heb wel wat nog in gedachten, ik heb ook garen er wel voor gekocht. Het ligt allemaal wel klaar in de kast, maar het lukt me nog niet om goed te kunnen haken, tenminste met tellen en uitleggen en zo. Dat gaat gewoon niet. Dan heb je de kop bij nodig en dat heb ik dus niet. Nou, ik zou zeggen, iedereen bedankt voor het luisteren van deze video. Ik ga bezig met mijn verwerking en zodra als het lukt en kan, komt weer een nieuwe tutorial. En ik zou zeggen allemaal bedankt in ieder geval voor jullie vertrouwen en voor het maken nu nog steeds van alle andere tutorials. Daar ben ik ontzettend blij mee, want ik zie wel dat jullie ook doorgaan daarin en dat hier veel bekeken wordt en daar ben ik heel blij mee. Ben je nog niet lid van Jolanda's Haakwerk op Facebook? Kom alsjeblieft gezellig bij ons. Een hele gezellige groep van meer dan 10.000 leden onderhand al. En heb je vragen over haken of wat dan ook? Stel je ze gewoon op de groep en je krijgt altijd antwoord van. Ik heb ook twee moderators, Sibrechtje en ik kom toch even niet op zijn naam. Kijk, dat bedoel ik dus. Je verstand is gewoon net een 7, hè. Dat is verschrikkelijk. Maar goed, ze zal me hopelijk niet boos aankijken nu ik eventjes niet weet. Maar ik ga even gauw kijken. Marta. Kijk, Marta. Nou weet ik het weer, Marta. Hè? Ik zat te denken aan Hilma, maar dat was het niet. Marta. Erg, hè. Maar goed, dus die weten heel veel en dan helpen ze je. Dus ik zou zeggen, ik kom gewoon lekker lid worden. En daar kijk ik ook af en toe gewoon mee en geef ik wel berichtjes. Af en toe niet zo heel veel. Maar ik ga mijn best weer doen om weer op te krabbelen. Dus ik zou zeggen allemaal heel veel plezier met haken nog weer. Dat sowieso. En ik wens jullie in ieder geval fijne feestdagen. Dat zeker. En mocht ik nog niet zo ver zijn, ook alvast een vijfjarenwisseling. Ik weet het, is nog een maand verder, maar een maand is zo weg, hè. Dus ik zeg allemaal tot ziens. En ik kom zeker weer terug, maar ik denk dat het pas in het nieuwjaar wordt. Doeg!